25 mei aanstaande is het precies een jaar geleden dat Suriname naar de stembus ging. In dat kader hebben we aan enkele burgers gevraagd wat ze vinden van het gevoerde beleid van de huidige regering het afgelopen jaar. Tot nu toe ben ik teleurgesteld. Ik ben echt teleurgesteld in ze. Want we kregen ook COVID-geld, ze hebben het weggehaald. Die oude mensen, want ik ben met mijn moeder. Ik ben boven, ik ben beneden. Zij is beneden. Ik ben naar de dokter, ik ga medicijnen voor haar. En dan zegt ze me nou gisteren dat ze die bazoekarten gaan weghalen. Van die oudere mensen. Kan niet! Dus het gaat volgens u helemaal niet? Nee, ik zeg het in mijn geheel hard. Ik ben iemand, ik heb geen onderscheid met niemand. Mijn ervaring, ja, Bouters heeft die land bankroet gemaakt, dus er is geen geld, dus is normaal voor deze regering. Een simpele voorbeeld, als ouders, als je geld niet hebt in huis, dan gaat alles toch niet goed kunnen gaan. Ja, dat is mijn mening. Nogmaals, Bouters heeft deze land in verdoemenis gebracht. Ik zou niet weten of het goed gaat, maar nou, we zullen kijken, ja, wat we straks gaan krijgen. Dus ja, ik heb geduld, ja, maar iedereen voelt dat. Het is slecht, de regering moet naar huis. Maar de mensen zelf, ze klagen eerder op FB dan dat ze gaan protesteren. Wat zijn uw bevindingen? Negatief. Ik blijf het zeggen, we zijn allemaal Surinamers. Laten we ons gezonde verstand bijeenzetten en het raciale aan de kant laten. Want we bereiken niets ermee. Als we zeggen dat we van het land houden, net als hoe wij altijd zeggen, ja, Uloba Kondre. Maar het zijn die leiders die daar zitten, die het etnisch ding naar buiten brengen. Die leiders moeten het gaan veranderen. Het begint bij hun. En ze moeten niet egoïstisch zijn dat ze alleen maar naar hun zakken kijken. Want ze gaan met niets weg. Geen van ons gaat met niets weg. Want dat is mijn probleem. Wat vindt u van de economie? Slecht. Het is bar slecht. Maar los van corona, door corona ook, de economie van hier grondtapu kon kinkie. En we kunnen nog niet eens inzien dat we het gezamenlijk moeten doen overal ter wereld. Maar dat gebeurt er niet. Ik heb like een groep Enyang en een groep Maktanstik. In ons doen dat, omdat Sanasani niet door de potisma is doen dat. Dat nooit eens doen dat, die de potisma. In de kon je de potisma belang, je kon je je belang. Maar we gaan naar de extra man. Alles is wel ibjasabaka. Alles is maar voor een tijdje. Dus dat is dat naast if me. Dat mag ik pakken. Ik word gewoon op punt de regering. Als je hebt geen leiding, wie is de leiding? Wie heeft de baas praat? Niemand heeft het. Kijk, de regering van Bouters. Geen Bouters praat. Er was wel een leiding. Maar deze man, ik blijf in de buurt van hem. Ik ben moe van hem. Weet je wat is het? Je hebt die mensen beloofd dat je de koers, je hebt het schubberpodium, de koers, gaat veranderen. Nul. Winkelprijzen, nul. Reis. Denk dat er paddenstoel in de rug. Het is Surinamse dinges. Dat moet hij vechten. Want de mensen die 4 kinderen hebben, ze hebben geen vader in huis. Hoe gaan ze leven? IBS. Water, je gaat dood. Of dat is wel Dede. Of dat is wel plek zelfmoord. Ja, man, hij denkt niet zo. Maar hij denkt dan maar nou, en het geld halen. Het geld halen. Neem dan, wat ga je doen ermee? Jullie kan vallen? Ga je kijken? Want je is hoop met. Ik denk het niet, het moest al wijzen. Een jaar moet het al wijzen. Maar je ziet niks. Mag de stroom zo duur worden? Mag de stroom zo duur worden? Was duur dan? Maar Bayeng. En de Amerikaan. En dat moet worden zo weer betalen. En dat geld wat ik even heb, dat gaat even. Laat die de volle koon uitleggen. Dat water en licht moeten we niet zo duur betalen. Die Suriname is van ons nu. Naar onze Suriname. En Amerika worden. Hoe moet je zo duur betalen? Nu voor het licht. U hoorde enkele burgers die hun mening gaven over 1 jaar beleid van de regering Santokki-Brunswijk.